Ik wil vandaag spreken over tijd met God, de dagelijkse omgang met God. Vorige keer hebben we het over de centjes gehad, dat was al een moeilijk onderwerp. Weet je wel, van ja, leren om van 90% van je inkomen zelf te genieten en 10% terug aan God te geven. Dat is een grote oefening, dat is best moeilijk. Zeker als je ermee begint, als je er eenmaal mee aan gewend bent, dan weet je niet beter. En dan is dat zoveel geld heb je beschikbaar. Dan leef je daarvan, dan is dat niet zo'n probleem meer. Maar zo is het ook met de tijd met God. Wij moeten eigenlijk op dezelfde manier leren om tijd met God te maken. Dagelijks tijd met God, dat is in het begin misschien best wel moeilijk. Soms als je net tot bekering komt, dan ben je enthousiast en dan lukt het een tijdje. Maar dan daarna, dan zakt dat vaak weg. En daarom willen we daar een keertje naar kijken. Dus vorige keer onze relatie tot God. Hoe belangrijk is God voor ons en hoe zie je dat in je uitgaven aan geld? En nu Gods relatie tot ons. Waar ontmoeten wij God en hoe bouwen we de relatie op? Het bijzondere van ons geloof is dat wij een relatie met God kunnen hebben. Een moslim kan dat niet. Allah is de allesbepalende God. En die doet wat hij wil, en daar kun je niet tegen in, daar kun je geen relatie mee hebben. Zij kennen ook niet een God als vader. En God is daar dat almachtige wezen en die doet wat hij wil. En jij moet er maar mee om leren gaan. Maar wij kennen een God als vader. Een God die ons zijn kinderen noemt. En wij mogen dus zijn kind zijn. En dus als wij zijn kind zijn, wat doen we dan? Wat doen we als kind met die vader? Waar ontmoeten wij God en hoe bouwen we die relatie op? Een voorbeeld van een huwelijk. Het begint vaak goed als je nog verliefd bent op elkaar en de ander knap vindt. Dan gaat dat allemaal vanzelf. Maar na verloop van tijd hoor ik toch hier en daar leef je ieder een eigen leven en is die relatie wat uitgedoofd. En daarom is het wel eens goed om erover na te denken van hoe kun je zo'n relatie weer in gang brengen? Hoe kun je daar weer leven in brengen? Welke stappen kun je zetten om elkaar weer te leren kennen, met elkaar om te gaan? Een voorbeeld was het bezoek van opa en oma. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar wij gingen op zondag altijd naar opa en oma. Soms vond je dat eigenlijk niet per se nodig en dan hoefde dat zo hard niet. Maar goed, het was een gewoonte. En het gekke is, als je later terugdenkt aan die bezoeken aan opa en oma, dan is dat nu een romantische herinnering. Vroeger moest dat een beetje gedwongen worden. We moesten mee naar opa en oma. Maar als je erop terugkijkt, dan waren mooie momenten daar bij opa en oma. Opa vertelde verhalen en die maakte altijd iets lekkers voor ons klaar. We vonden dat fantastisch. En daarom, soms moet je je wat inspannen om van iets moois te maken. Voor je relatie moet je je inspannen, voor je huwelijksrelatie kost inspanning. Maar ook in je relatie met God moet je wat inspanning doen. Dagelijks 15 minuten rust nemen. Mindfulness is tegenwoordig vanzelfsprekend. Het wordt ook al op school aanbevolen en op steeds meer scholen gegeven. Je moet mindfulness doen. 15 minuten rust nemen. En even naar je ademhaling luisteren en dan even in het hier en nu komen. Met een belletje erbij. Het is volgens mij hetzelfde belletje als wat ze bij de katholieke kerk hebben bij de Eucharistie. En zo wordt het allemaal een beetje ritueel gemaakt. Yoga, je matje uitrollen, je bewegingen doen. Jullie weten hoe die beweging heet. Het is een hondje en weet ik wat allemaal. Allemaal dieren. De dierhoudingen die je aan moet nemen. Transcendente meditatie. Nadenken over het geestelijke. De lage ademhaling is heel belangrijk. Nou, die lage ademhaling, weet je dat je daarmee geboren wordt? Je wordt geboren met een lage ademhaling. Maar het probleem is dat wij zo onder spanning leven en altijd veel te veel op stoelen zitten, dat onze ademhaling omhoog gaat. En als onze ademhaling omhoog gaat, krijgen wij meer stress. En dus mensen moeten eigenlijk gewoon weer leren
de ademhaling te gebruiken die ze vanaf hun geboorte hebben gekregen. Wij noemen dat de buikademhaling. He, met je buik leren. En dan moet je af en toe inderdaad weer eens even aan denken. Ben ik op de goede manier aan het ademhalen? Of zit mijn ademhaling te hoog? En dat gebruiken al die methodes daarvoor eigenlijk als toverspreuk. Let op je ademhaling. En eigenlijk, voor christenen zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Gewoon ademhalen zoals je geschapen bent. En dan kom je tot rust, dat is waar. En wat wij als christenen soms kwijt zijn geraakt, is dat mindfulness, yoga, transcendentie, meditatie, zijn allemaal invullingen geworden voor het kwijtraken wat christenen al lang hadden, namelijk stille tijd met God. Op zijn minst ergens een kwartiertje stille tijd nemen met God. Zoeken naar een moment, hè, wat je iedere dag kan volhouden, om gewoon even stil te zijn met God. En dan mag je op je ademhaling letten, geen probleem. Let maar op die buikademhaling, is heel goed voor je. Dat heeft allemaal voordelen, want als je je met je buik ademhaalt, worden die spieren goed gebruikt, word je ook minder dik. Dat is echt perfect. Dus niks mis mee met een lage buikademhaling. Word je mee geboren, moet je zeker doen. Maar dan ook die stille tijd met God hebben. En eigenlijk die stille tijd met God, die overtroeft al die voorgaande. Yoga is doodgewoon. Wat wij zouden noemen een bijgeloof. Hè, de zonaanbidding met allerlei houdingen, dat is eigenlijk yoga. En mindfulness komt eigenlijk uit het boeddhisme vandaan. Jezelf ontledigen. Hè, en dan is het wat populair gemaakt. En is het eigenlijk een oplossing voor wat we kwijt zijn geraakt. Die stille tijd die we niet meer hebben. Maar waarom willen mensen nu wel 15 minuten nemen om mindfulness te doen? En waarom lukt het ons als christenen niet om 15 minuten te nemen om gewoon met God samen te zijn? Tot zijn rust in te gaan. Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Dat is de bedoeling. Dat was altijd al de bedoeling. En daar, ik hoop dat we dat nog steeds doen. En dat mensen straks gaan, joh, die preek, dat had geen zin. Dat doe ik al jaren, dat is nooit anders geweest bij mij. Prachtig. Maar ja, voor degenen die het nog niet weten, pak dat op. Stille tijd met God. En voor iedereen zal dat op een andere manier zijn. Ga wandelen en bidden tot God, spreken met God. Heel veel mensen hebben wel die schietgebedjes. Hè? Dat je op bepaalde momenten van de dag even zo'n schietgebedje hebt. Dat is goed, maar dat is niet de vervanger voor de stille tijd. Dat is te weinig als vervanger voor stille tijd. Schietgebedjes zijn fantastisch. En zo eventjes naar God roepen van, oh Heer, help me, of wat dan ook. He, je bent iets kwijt en Heer, alsjeblieft, help me om dat te vinden. Uitstekend, ik sta er altijd versteld van dat het werkt. Dat ik dan echt iets vind. Maar ik dat iedere keer weer dat God laat merken, ja maar Herman, zelfs voor simpele dingen wil ik zorgen hoor. Geen probleem. Wandelen, lezen, toilet. Sommige mensen hebben alleen maar rust op het toilet. Je bed, in de autorit. Bij de keukentafel, of juist niet bij de keukentafel. Soms moet je je echt scheiden van je werk. En dan je gsm uitzetten en alle belletjes wegdoen, alle storingen wegdoen. Even 15 minuten stilte met God. Bidden met God. In Psalm 25 vers 14 staat, des Heere vertrouwelijke omgang is voor wie hem vrezen. En vrezen, daar wordt mee bedoeld voor wie respect voor God hebben. Vrezen wordt niet bedoeld dat je bang voor hem moet zijn, maar je moet respect voor God hebben. Hij is de schepper van het heelal en wij zijn maar mensen door hem geschapen. We moeten respect voor hem hebben. En zijn verbond maakt hij bekend. Als je met hem omgaat en als God met jou om mag gaan, dan wordt dat verbond wat hij met jou heeft, wordt steeds dikker, wordt steeds dieper. Ja, dus in de MBG 51 vertaling is het dit. Nee, dat is andersom hoor, dat is de MBV. Ik denk dat ik die twee omgedraaid heb.
De Heer is een vriend van wie hen vrezen, van wie respect hebben, en maakt hen vertrouwd met zijn verbond. God wil graag omgang met ons hebben. Als een vader wil hij met zijn kind praten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik weet niet of jullie die tekst ook vroeger uit je hoofd hebben moeten leren op de zondagsschool. Dan ging: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Boem, boem. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat werd eigenlijk nog aangevuld met Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het centrumvers van de Bijbel, van de Hebreeuwse Bijbel dan wel. Het centrumvers, het belangrijkste vers, is deze psalm. Dus het is goed als je hem leert. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. We hebben dagelijks die lamp voor onze voet nodig en dat licht op ons pad nodig. God moet ons verlichten om dat we weten wat we moeten doen, wat goed is en wat kwaad is. Vandaar een stukje lezen in je stille tijd is gewoon heel goed. Dan kun je God de tijd geven om tegen jou te spreken. 1 Korinthe 1 vers 9, God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, is trouw. God is trouw. Maar nu onze kant. Zijn wij ook trouw? God is trouw. God is er elke dag voor ons. Geeft ons elke dag het leven. Laat ons elke morgen weer opstaan. Zorg dat wij te eten hebben. Dat de natuur goed genoeg draait. Zodat we toch iedere keer weer opbrengst hebben. God is trouw. Maar hoe is het met ons? God is getrouw door wie gij zijt geroepen. Tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Een gemeenschap, dat is echt omgang met elkaar hebben. Met elkaar betrokken zijn. Johannes 17 vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Dat is belangrijk. Het eeuwige leven begint al nu als wij Jezus Christus kennen. Dat is belangrijk. Ons eeuwige leven is niet pas voor straks als we dood zijn gegaan. Nee, dat is de toegang. Maar het begint nu al. En het begint als we hem leren kennen. En daar is tijd voor nodig. Daar moet je tijd voor vrijmaken. En dat heeft allemaal voordelen. In plaats van mindfulness, kun je met stille tijd nog veel meer bereiken. Dan eigenlijk alleen maar het lege mindfulness. Het bezig zijn met je adem en met niets. Lucht en ledig. Staat er in Prediker. Lucht en ledig is alles zonder God. Hè? Maar je kunt in je stille tijd zoveel meer krijgen. Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil. En wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Kijk, wij worden gedwongen om ons aan te passen aan de wereld. Wij moeten het normaal vinden dat, en noem alle zaken maar op, die we normaal moeten vinden. Maar wij moeten onszelf niet aanpassen deze wereld. Maar wij moeten veranderd worden door onze gezindheid te vernieuwen. Door ons denken te vernieuwen. En daarvoor moet je bezig zijn met God. God is onze schepper. Hij weet hoe het hoort. En we gaan naar hem toe om te vragen, Heer, hoe hoort het? Wat wilt u graag? Hoe wilt u dat ik in dit leven sta? Hoe wilt u dat ik met mijn werk omga? Hoe wilt u dat ik met mensen omga? Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor de profetieën. Dus zak niet langzaam weg als christen. Doof die geest niet uit. Doof dat enthousiasme wat God je geeft niet uit. En heb geen minachting voor de profetieën. Laat de Bijbel niet te makkelijk opzij liggen. Maar gebruik hem. Heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles en behoud het goede. Wees ermee bezig en behoud het goede. En vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst
van onze Heer Jezus Christus. Onze hele ziel, geest en lichaam is belangrijk voor God. En hij wil graag dat die bewaard blijft voor zijn komst. En daar is die stille tijd zo belangrijk voor. Wanneer je dat dan ook neemt. De een 's morgens vroeg. 'S Morgens vroeg is meestal het verstandigst. Maar voor de ander is het 's avonds. En voor een ander is het ergens tussendoor overdag. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Verlang naar dat woord van God. Verlang om het te kunnen begrijpen, om het te kunnen toepassen in je leven. Een pasgeboren zuigeling heeft alleen nog melk nodig. Die begint bij het begin. Maar langzamerhand wordt die baby groter. En dan gaat hij vast voedsel eten. Maar het is de bedoeling dat we daardoor groeien en onze redding bereiken. Alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen. Hoe weten wij wat goed is en hoe weten wij wat slecht is? Door Gods woord. Die corrigeert ons. En om op te voeden tot een rechtschapen leven, tot een leven zoals God het bedoeld heeft. Rechtschapen, rechtvaardig. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig toegerust. Daarom is die stille tijd zo belangrijk, om voor elk goed doel volledig toegerust te worden. In de rust van God in deze wereld te staan en wijze beslissingen te nemen. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Dat is wat je in je gebed doet. Je neemt die woorden van God toe en je zegt, Heer, ik ben van u. U bent mijn vader, ik ben uw kind. Leer mij, help mij om een goed volwassen christen te worden. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Ik zou niet achter elkaar doordoen, want dan heb je geen rust meer. Maar er wordt gezegd eigenlijk, hè, overdag of in de nacht, er kan altijd een moment zijn dat je je kan verdiepen in de wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Mensen die God als hun basis hebben, zijn als een boom geplant aan stromend water. Hun wortels hebben altijd vocht, hebben altijd levenskracht. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. En alles wat hij doet komt tot bloei. Dat is ook Gods bedoeling met ons. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar met onszelf bezig zijn. Maar uiteindelijk wil God dat wij vruchten gaan voortbrengen. Dat we groeien als christenen en dat we weer iets voor anderen kunnen betekenen. Andere mensen mee kunnen nemen, ook naar die rust die wij bij God gevonden hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Als je bidt, laat dat dan een apart moment met God zijn. Niet met je gsm erbij. Lees ook je Bijbel dan niet op je gsm, want dat werkt niet. Want dan zie je al die andere berichtjes en signaaltjes en voor je het weet ben je vertrokken. Dan ben je bezig met de wereld en ben je totaal gerust. Nee, je scheidt je even af van die wereld. Sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. God houdt ervan als wij hem opzoeken. Als we echt even tijd apart zetten en dan wil hij ons aanraken. Dan wil hij ons laten merken dat hij er is. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Het gaat niet om wat je allemaal bidt en hoe vaak je iets bidt. Je hoeft geen 10 keer het Onze Vader en 50 keer het Wees gegroet. Want het is leeg op zo'n manier. Onze Vader is het mooiste gebed wat er is. Maar het moet geleefd worden. Je moet nog weten wat je zegt. Je moet weten wat die bedoeling is. In dit stukje Matthäus, het Onze Vader, komt hier gelijk na.
naar dit stukje. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. En daarom wordt het onze Vader als een voorbeeld gegeven. Het is een heel kort gebed waar elk onderdeel in zit. Eerst God prijzen, dan aangeven dat we verwachten dat die toekomst met God daar is. En dan vragen om ons dagelijks brood. Maar dan ook beloven, hè, vergeef ons onze schulden. Maar dan gaan wij ook onze schuldenaren vergeven. Hè, dat hoort er ook bij. En dan, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. God prijzen. En dat kun je ook met een lied doen, zingen. Voor veel mensen is zingen heel goed. Of je zegt een lied op als je niet zo goed kan zingen. Maar er zijn zoveel manieren om met God samen te zijn. En besef dan, het gaat niet om hoeveel je tegen hem zegt. Je mag ook niks zeggen. Je mag ook gewoon luisteren. Afwachten wat God jou vertelt. En gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Dat is echt jammer dat de katholieke kerk dat erin heeft gebracht. Zoveel keer de weesge groetjes. Zo vaak het onze Vader. Dan wordt het leeg. Dan heeft het op de duur geen betekenis meer. Het voelt wel lekker aan als je ermee bezig bent. Maar het heeft geen inhoud meer. Niet zoals de heidenen met een omhaal van woorden. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Als je het maar vaak genoeg zegt, dan krijg je het wel. En anders draaien we Antonius om, want dan zijn we boos. Zo werkt het. Dat is niet hoe God met ons omgaat. God heeft een levende relatie met ons, een vader, met zijn kind. Wordt hem dan niet gelijk, want God uw vader weet wat wij van nodig hebben. Eer gaan bidden. God wil wel dat we hem vragen, maar hij weet wel al wat we nodig hebben. We hoeven niet dat helemaal in te pakken. Van eerst God even goed stemmen en dan vragen of we die nieuwe gsm mogen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Nee, God kent onze noden. Welke voorbeelden van een pastoraal gesprek van Jezus met één persoon apart ken je uit de Bijbel? Noem mij eens een voorbeeld. Nicodemus. Heel goed. De vrouw aan de put. Wie? De vrouw aan de put. De vrouw aan de put, de Samaritaanse vrouw, jullie zijn goed zeg. Dus dat zijn echt de twee beste voorbeelden. Nicodemus, Johannes 3. Daar is eigenlijk de vraag, waarom en hoe moet ik mij bekeren? Waarom moet ik mij bekeren en hoe moet ik mij bekeren? En dan zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden. En Nicodemus zegt dan, ik kan toch niet terug bij mijn moeder naar binnen kruipen. Hè? Die maakt er eigenlijk iets belachelijks van. En Jezus heeft dan medelijden eigenlijk met hem. Ja, hallo, jij bent verdraaid. Een fariseer, een leraar van Israël. En jij weet niet hoe je opnieuw geboren moet worden. Je moet eerst uit water geboren worden. En dan moet je ook uit de geest geboren worden. Een mens is niet alleen maar vlees en bloed. Uit de baarmoeder vandaan. Nee, een mens heeft ook een geest die opnieuw geboren moet worden. Die weer op God gericht moet zijn. Dat is nou Nicodemus. Een persoonlijk gesprek. Er zijn maar heel weinig persoonlijke gesprekken van Jezus met mensen. Sommige zijn er wel, ik heb ze daaronder ook gezien, maar die gebeuren een beetje in het publiek. Zo even tussen neus en lippen door. Maar bij Nicodemus is het helemaal apart. Nicodemus komt 's nachts naar Jezus, want hij heeft wel respect voor hem, maar hij schaamt zich ook voor hem. Want Jezus lag niet helemaal goed in de markt. Zoals het geloof. Ons geloof nu ook niet meer helemaal goed in de markt is. En misschien mensen ook liever stiekem komen, 's avonds komen. Ze hebben er wel belangstelling naar, maar het moet toch niet te duidelijk worden aan de omgeving. En de Samaritaanse vrouw, die wil van Jezus weten, waar en hoe moeten we bidden? Op deze berg hier, zoals wij het geleerd hebben, of op die berg in Jeruzalem? Waar is het nou? Zeg het mij! En Jezus zegt, er komt binnenkort al een tijd waarop je niet meer naar Jeruzalem hoeft te gaan en ook niet meer op deze berg. Maar waarbij je overal kunt bidden, overal mij kunt ontmoeten.
Als je me maar zoekt in geest en in waarheid. Als je maar oprecht bent. Petrus wordt door Jezus aangesproken een paar keer. Maria, Martha wordt aangesproken. Zacchaeus wordt uit de boom geroepen. Het zijn allemaal mensen die veranderen. Die een taak voor Jezus krijgen. Of die ineens anders gaan leven. Maar dit is wat je kunt krijgen door stille tijd te nemen. En dat vraagt soms wat training, wat inspanning. Net zoals dat piano leren spelen, wat training en wat inspanning vraagt. Maar als je het eenmaal kan, het lijkt er bij hem al uit te vloeien. Het is of het allemaal vanzelf gaat. Voor mij kan hij zijn vingers laten vallen en het klinkt altijd, volgens mij. Dat gaat ineens vanzelf. Nou, dat is met stille tijd. Dat gaat vanzelf dan. En dan ga je ervan genieten en dan wil je het. Want je weet dat die rust jou helpt. Ik ben er doorheen. Ik wens jullie toe dat je die echte relatie, die omgang met God leert kennen. En geniet ervan. Amen.